Hallo, welkom op de afdeling Flebologie. Dat is de afdeling voor het behandelen van spataderen. Mijn naam is Renate van der Bos en ik ben een van de behandelende artsen op deze afdeling. In de volgende video's ga ik u laten zien hoe bijvoorbeeld een laserbehandeling of een Müllerbehandeling in zijn werk gaat en stap voor stap uitleggen wat er allemaal gebeurt. Tot ziens op onze afdeling. Bij de eerste afspraak kunt u meteen doorlopen naar de flebologiebalie. Daar levert u identiteitsbewijs en een verzekeringspasje in. En dan krijgt u een afsprakenkaart en wordt u ingeschreven. Dan mag u plaatsnemen in de wachtkamer en dan wordt u vanzelf naar binnen geroepen. Tijdens het eerste intakegesprek wordt vooral gevraagd naar de klachten aan de benen, of er eerder behandelingen zijn plaatsgevonden, zoals strippen of inspuiten met vloeistof van de spataderen. En wordt er ook gevraagd naar of je ooit een trombosebeen hebt gehad of spataderen in de familie voorkomen. En verder nog wat algemene vragen, zoals de algemene voorgeschiedenis, of er ooit operaties aan de benen zijn geweest en over medicijngebruik. Bij het eerste gesprek doen we ook altijd meteen een duplexonderzoek. Dat is een echo-onderzoek van de vaten. De hele benen worden dan bekeken vanaf de lies tot aan de enkel en vanaf de knieholte naar beneden. Bij deze patiënten gaan we een laserbehandeling doen. Deze behandeling is met name geschikt voor de wat diepere vaten die vrij groot zijn. De behandeling doen we met een echoapparaat en het vat wordt aangeprikt. Dan wordt er een laserdraadje opgeschoven en na een aantal verdovingsprikken wordt dat draadje weer langzaam teruggetrokken en het vat dichtgebrand. De behandeling duurt ongeveer 45 minuten en na de behandeling moet u een kous aan voor 2 dagen dag en nacht en nog 5 dagen overdag. Na de behandeling wordt er altijd een controleafspraak gepland die u kunt maken bij de afsprakenbalie. De controle vindt meestal plaats na 1 week, maar kan ook na 3, 6 of 8 weken zijn. Bij de nabehandeling vragen we natuurlijk hoe de behandeling is verlopen. Dan kijken we naar de benen en maken we nog een echo van de vaten. Hiermee controleren we of de behandeling goed is geslaagd.